Zes minuten. Zo lang duurt dit item. Zes minuten die ook essentieel zijn op het moment dat je een hartstilstand krijgt. Want binnen die zes minuten moet er iets gebeuren. Moet je gereanimeerd worden. We zijn vandaag te gast bij de 10e reanimatie-estafette in Sittard. Kunt u eens uitleggen wat het belang is van de reanimatie-estafette? Nou, het belang van de reanimatie-estafette is voor te zorgen dat scholieren al vroeg bekend worden met reanimeren. Waardoor dat zij straks op 18-jarige leeftijd met cursussen toegevoegd kunnen worden aan het burgerhart. Waardoor meer mensen kunnen reanimeren, ja, hoe meer levens dat we kunnen redden. Dat komt terug in het programma. Wij doen de hele dag van 9 uur vanmorgen tot vanavond 7 uur gaan de scholieren en natuurlijk genodigden, gedeputeerde bestuurders, gaan mee reanimeren. We hebben hier verschillende reanimatiestations opgebouwd. En we hebben de normale Little Ends waar alle leerlingen zeg maar, op gaan oefenen. Ieder half uur met 5 tot 6 leerlingen. Voor een idee te krijgen, vandaag zullen hier aanwezig zijn aan de reanimatie een 2000 leerlingen. Wat is het doel? Wat wilt u er uiteindelijk mee bereiken vandaag? Vandaag willen we het reanimeren speciaal onder de aandacht brengen. Ook voor het grote publiek, via advertenties, maar ook via uitzendingen, via start. Voor dit te realiseren, meer bekendheid krijgen. De estafette in Sittard, wat betekent dat voor de gemeente? Ja, voor de gemeente Sittard-Geleen betekent het heel veel. 10 jaar geleden was de eerste reanimatie-estafette ook in Sittard-Geleen. En we zijn blij dat hij nu voor het jubileum terug is hier in de sportzone Sittard-Geleen. Waar we mee willen onderstrepen hoe belangrijk het is dat onze inwoners weten hoe ze moeten reanimeren. Dat doet u ook al door het project Burgerhart. Kunt u daar eens wat meer over vertellen? Ja, project Burgerhart is een netwerk eigenlijk van 37 cirkels waarin een AED, dus een defibrillator, aanwezig is. Maar daaromheen vrijwilligers die weten hoe ze die defibrillator moeten bedienen. Die vrijwilligers hebben er 1200 van. Die kunnen worden opgeroepen op het moment dat er een reanimatie aan de orde is. Dan worden die vrijwilligers opgeroepen om met een AED ter plekke te gaan en anderen om ook ter plekke te gaan om daar de reanimatie uit te voeren. En dat is heel belangrijk, omdat het belangrijk is om in de eerste 6 minuten na een hartstilstand met reanimatie te starten. En een ambulance haalt dat nooit om binnen die 6 minuten daar te zijn. Dus het is heel belangrijk dat mensen in die directe omgeving meteen reanimatie kunnen starten, want daarmee kun je echt levens redden. En wat is de rol van de gemeente in dat hele project? De gemeente coördineert, dus die zorgt in ieder geval dat er AED's zijn, dat er ook onderhoud op gepleegd wordt. Dat als de AED is ingezet voor een reanimatie, dat die ook weer hersteld wordt, want dan is die niet meer bruikbaar automatisch voor een volgende keer. Dus daar zitten wij op en wij zorgen ook dat er coördinatie is op het krijgen en opleiden van vrijwilligers. En als mensen zich willen opgeven als vrijwilliger, wat kunnen ze dan doen? Dan kunnen ze even kijken op de site van de gemeente Sittard-Geleen op het project Burgerhart. Daar zijn alle gegevens die ze nodig hebben. En wat zegt jou de 6 minuten? Ja, als je niet binnen 6 minuten al begonnen bent, dan is de kans zo klein dat je iemand nog kan helpen. Dus het is echt belangrijk om die eerste minuten al goed bezig te gaan met de kwalitatieve reanimatie. En dat proberen wij hier iedereen ook vandaag aan te leren. En gewoon als je iemand ziet liggen, meteen beginnen. En gewoon dat het heel belangrijk is dat je weet wat je moet doen. En die tijd die telt. Burgemeester Wekers, je hebt de jas weer aan. Hoe was het? Nou, het was wel even spannend. Ik heb de jas inderdaad net even uitgetrokken om te reanimeren. En dat is spannend. Kijk, dit gaat met een pop, maar als het in het echt is, dan moet je er wel voor staan. En hoe wordt er in de gemeente Beek aandacht besteed aan de reanimatie en alles daaromheen? Dat moet ik nog gaan ervaren. Ik zit pas een paar weken in Beek. Maar ik neem de inspiratie van vandaag van deze reanimatie-estafette, die neem ik onmiddellijk mee zo meteen naar het gemeentehuis van Beek en bij de bevolking van Beek. En wat zei de instructeur, kon hij het? Nou, ik kreeg hem voldoende, geloof ik. De pop is niet overleden. Het is heftig. Als je moet behoorlijk wat kracht zetten natuurlijk met dat reanimeren. Ik heb het zojuist gedaan zonder zo'n defibrillator erbij. Zo'n AED-apparaat. Maar nogmaals, ik vind het ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden dat je met een hele kleine inspanning toch potentieel vele levens kunt redden. Van welke opleiding ben jij? Verpleegkunde op het Schoda. Verpleegkunde, dus het zit helemaal in je straat hier, die reanimatie-estafette. Ja, klopt. Wat hield het precies in? Wat moest je doen?
Ja, eerst 30 borstcompressies en dan 2 keer ademen. En dat nog een keertje en dan afwisselen. En hoe wist je wat je moest doen? Hebben we geleerd op school, afgelopen jaar al. Waarom is het zo belangrijk, reanimatie? Nou, het is gewoon belangrijk dat het onder de aandacht komt. Iedereen weet hoe het moet en beter mensenlevens redden. Heb je het ook al in het echt eens meegemaakt? Nee, nooit. Nee. Gelukkig niet eigenlijk. Ja, het is fijn als het niet voorkomt, maar het is fijn als je erop voorbereid bent. Ja, klopt. Je hebt net ook al geprobeerd hier op de pop. Ja. En ging het een beetje? Ja, het is wel eerst kijken wat voor ritme je moet hebben. En dus dat is wel even wennen, maar na een tijdje ging het steeds beter. Ik hoor wel eens een liedje van de Bee Gees wat mensen in gedachten hebben om op te oefenen. Zeg je dat iets? Het liedje zelf niet, maar ik heb wel vaker gehoord dat je een liedje in gedachten moet nemen en dat je op dat ritme zou kunnen doen. Dus dan wordt het eigenlijk een beetje dansen en je helpt ook nog mensen erbij. Ja. Als iemand weet waarom het belangrijk is reanimeren, dan is hij het wel. Kunt u eens even vertellen? Ja, ik weet dat zeer goed wat dat betekent, reanimeren en ook werken dus met een AED-toestel. Want verleden jaar, 15 november, heb ik een hartstilstand gehad. En ze hebben dan mij moeten reanimeren en moeten defibrilleren met een AED-toestel. Als ze niet gereanimeerd hadden, 1, en 2, gedefibrilleerd hadden met een AED-toestel, dan kon ik hier nu niet met jullie praten. En wie waren er het eerste bij of hoe is dat gegaan? Dat was de zogenaamde burgemeester in Meeuwig-Ruitrode in België, gelijk jullie noemen de wethouder. Zij hadden dus geregeld gehad op de gemeenteraad van een aantal AED-toestellen aan te kopen. En zo een toestel hing aan het gemeentehuis waar ik met mijn vrouw passeerde om naar het feest te gaan van de burgemeester. En ik zei nog tegen mijn vrouw, kijk, hier hangt zo'n AED-toestel. Niet goed wetende dat ik dat 2 minuten later zelf nodig had. U geeft het al aan, 2 minuten. Tijd is heel belangrijk op zo'n moment. Vaak hebben ze het over de belangrijke 6 minuten. De tijd is heel belangrijk. Als je mensen hebt die kunnen reanimeren en die kunnen onmiddellijk ingrijpen, ja, hoe cruciaal dat het is, je mocht daar geen minuten blijven liggen zonder hulp, ja, dan overleef je het niet. Ofwel kom je terug, gelijk een kamerplantje, ja, dat heeft ook geen zin natuurlijk. Dus dat is ook wikken en wegen natuurlijk. Daarmee wil ik maar zeggen, gelijk zo'n dag, gelijk vandaag, een reanimatie-estafette, dat is van cruciaal belang, van heel cruciaal belang. En zo ook tegen de mensen zeggen van, als je de kans krijgt om te leren reanimeren en om te leren met een AED-toestel om te gaan, van dat onmiddellijk te doen.